Dinsdag 15 augustus, jongstleden, heeft de Surinaamse Zwemselectie hun laatste training voltooid in het Dolfijn zwembad. Het betreft een groep van 33 zwemmers die Suriname zullen vertegenwoordigen tijdens de Goodwill Games die plaatsvinden op Jamaica van 18 tot en met 20 augustus. De wedstrijden zullen worden gehouden in het National Aquatic Center. De selectie bestaat uit 18 meisjes en 15 jongens, verdeeld over verschillende leeftijdsklassen. 8 en onder, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 tot 17 jaar. De redactie van Kruyara was aanwezig tijdens de laatste training. Je kunt nu gaan genieten van enkele sfeerbeelden. De nationale zwemselectie is donderdag om 1 uur 's middags vertrokken vanuit Parima. De delegatie wordt geleid door Vincent Babel en Fabienne Nabibax, de hoofdcoaches, samen met Sky Crawford en Yael Taunichow als assistentcoaches. Ruth Bilkerdijk en Nancy Ongakwi als begeleiders en Sergin Soetesonoyo als delegatieleider. We wensen onze zwemmers heel veel succes toe en hopen dat ze met vele medailles huiswaarts keren.